Sinds vorige week bekend werd dat in het sauna-complex zowat ze in Nederrasselt camera's zingen, is het geen moment rustig geweest. De Facebookpagina van de sauna wordt overspoeld met reacties van bezorgde bezoekers en ook de politie ontvangt dagelijks nog mails van mensen die willen weten of het nog veilig is om in Nederrasselt naar de sauna te gaan. Eigenaars van het wellnessbedrijf geven er bijna dagelijks een update, maar nog steeds is niet duidelijk wie de beelden van de camera's van het bedrijf heeft verstuurd naar een porno-website. De politie ontdekte vorige week vrijdag nog enkele camera's die aanvankelijk nog bleken te werken. Maar later trok de politie die verklaring weer in. Autoriteit Persoonsgegevens heeft een grootschalig onderzoek naar camera's in sauna's aangekondigd. Op welke manier dat gebeurt wil de autoriteit niet zeggen.